In een uur hadden we toch wel onze badpakken aangetrokken en kleding erover aan. En heeft hij ons meegeleid naar het ijsbad, of nee, tenminste heel koud water bij een waterval. En daar zijn we allemaal gewoon naar ingegaan. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar dat deden we gewoon. Ik denk dat hetgene wat hij heeft gezegd, wat mij triggerde, was niet nadenken. Want op het moment dat je gaat nadenken, dat heb ik ook gemerkt, dat als je dus het water ingaat en je gaat dus echt diep, hè, tot je borst, dat op het moment dat je een beetje misstapt of zo, of dat je denkt, waar moet ik staan? Dan komen de gedachten binnen en dan raak je in paniek en dan krijg je het koud. Maar als je dat dus niet doet, als je dus niet nadenkt, gewoon ga maar gewoon, dan spoelt het helemaal over je heen of zo. En dan, ja, het is heel koud, maar als je er niet tegen vecht, als je gewoon maar ademhaalt en blijven ademhalen, dan gaat dat dus goed. Gek genoeg. En als je er dan uitgaat, dan heb je echt ijskou klompjes van voeten. Maar ja, die zijn eigenlijk ook zo weer warm. En dat was gewoon een hele bijzondere ervaring. En we hebben daarna in de sauna gezeten, was lekker. En daarna hebben we, wat hebben we daarna gedaan? We hebben daarna ook buiten wat oefeningen gedaan, in t-shirtje, blootvoeten. En ja, ik doe het allemaal maar gewoon. Het komt ook omdat de rest het ook allemaal maar gewoon doet. En het is wel waar dat je dus ineens dan door je benen kan in zo'n squat van de aerobic school, waar ik normaal echt na 3 seconden heb, maar is pijn in mijn benen. En nu niet. Nou, heb ik geloof ik 20 minuten of een half uur in zo'n squat gestaan. Nou, ik heb er nergens last van. Dus er gebeurt iets.